volgende aflevering met de inspectie. Sander en ik stellen jullie behoorlijk aan de... Ja, voelen jullie aan de tand? Voelen jullie aan de tand? Ja, dankjewel. Over hoge werkdruk gaan we het hebben. Signaleren jullie dat ook? Dat er in onderwijs hoge werkdruk is? Ja, ik merk dat het eigenlijk altijd wel een punt van gesprek is tijdens de bezoeken. En dat ook op bestuursniveau, directieniveau, leraarniveau, leerkrachtniveau komt dat naar voren. Ja. Ja. En we zien dat ook. Er komt veel op het bordje van de leerkracht. En, wat vinden jullie een oplossing? Ja, ik verwacht niet dat jullie nu even het hoge werkdrukprobleem oplossen in één keer. Nee, maar dat die mooi zijn. Wat zou het advies zijn van jullie? Ja. Nou, ik merk wel dat teams vaak heel veel willen, echt veel. En dit goed en dat ze de lat hoog hebben liggen voor zichzelf. Jaarplannen ook, als je ziet wat er allemaal op een jaar... Ja, jaarplan is vaak dan, hè, van wat gaan we dat jaar allemaal op de agenda zetten. Dat ook zegt, nou, is dit eigenlijk realistisch? Hoeveel staan op? Hè? Kom je soms boven de 20 of 25 onderwerpen. En dan zit je op een redelijk kleine school, met een team rond één tafel. En dan komen we eigenlijk, wat we vaak zeggen, durf keuzes te maken. Ja. Maak een keuze van daar gaan we voor. Dat doen we ook goed dan. Ja, maken we ons tijd voor vrij. En dan gaat het echt over teamscholing of over dingen waar je mee bezig bent. Niet in de vorige video zei je natuurlijk van, je moet wel bewust zijn wat je allemaal doet. En je moet al opschrijven en dat soort dingen. Maar dat is ook werk, maar keuzes maken meer met, je wordt volgens mij, en dat is ook een beetje mijn eigen ervaring, toen ik zelf voor de klas zat, je wordt ook gebeld met allerlei leuke ideeën of een leuk project. Of een moeder die zegt van, nou ik heb iets, kan je er nog iets mee? Ook daar moet je, denk ik, keuzes maken van wat is nou eigenlijk, waarom ben ik leerkracht? Wat heb ik ervoor nodig? En ik heb wel eens het idee dat dat gewoon te veel is. En als je dat niet als team bespreekt, dan gaan de mensen uitvallen. Maar jij hebt net over iets, over de administratieve last. Nou ja, ik kan me voorstellen dat jij zegt, durf te kiezen. Dat iemand zegt, wil ik dat niet meer. Ja, nee, maar durf te kiezen met wat je ook allemaal moet aan studiedagen, thema's, soms ook projecten. Als team, dat je als team gewoon heel veel wil. En wat ik best wel vaak hoor is dat je het eigenlijk maar, dat teams het niet afmaken. Of dat ze beginnen maar halverwege dan toch iets anders gaan doen. Dus dat... Eigenlijk scheppen ze te veel op in een jaar, zeg je. Ja. En kan dat best wat minder? Ik denk het soms wel. En als je dan gewoon goed doet, en misschien iets minder, maar wel goed. Minder dingen goed, kan ik me voorstellen, is beter dan heel veel half. Dat geeft denk ik ook heel erg een gevoel van werkdruk. Ja, er wordt ook best wel veel op het bordje geschoven. Hè? Ja, soms is nee zeggen. Dit zijn de dingen ook die ik bedoel. Die jij bedoelt. En dan heeft Sander, die benoemt heel erg... dat wordt ook als druk ervaren. En de groepsplannen, de registratie. En druk van ouders is iets wat we ook heel veel horen op scholen. Dat ook steeds meer wordt, steeds erger. En dat soms ook echt een vraagstuk is van hoe gaan we ermee om? Hoe zeggen we nee of hoe staan we voor onze keuzes? Dus dat is ook eigenlijk iets van durf te kiezen. En toch wordt de druk ook grotendeels aan jullie toegewijd. Is dat terecht? Ja, dat moet van de inspectie. Ja. Dat bedoel je dan? Ja, dat is wel... Ja, daarvoor zijn we hier aan het uitkomen. En vraag maar, doe maar hele concrete voorbeelden. Wat moet dan van de inspectie? Nou, ik denk dat het op schoolniveau heel afhankelijk is van wat je directeur zegt bijvoorbeeld, of je IB'er, of dat veel mensen lastig maakt, omdat het iemand is die voor een hogere functie zit. Die zegt, dit doen we zodat we inspectieproof zijn, waar we uiteindelijk mee begonnen zijn. Heel sec, kleuters doen het een beetje. Wat doe je dan als leerkracht? Kijk, ik ben gewoon leerkracht, ik ben geen directeur, ik heb geen ambitie om directeur te worden. Omdat, weet je, ik vind dat mooi, dit is mijn vak. Leerkracht zijn. Echt met de kinderen. Maar ik kan niet beslissen over of we groepsplannen gaan doen of niet. Ja. Dus dat is eigenlijk... heel concreet moet een methode in 1, 2 zijn. Kleuters moeten een methode, punt. Ja. Dat wordt vaak door directies verteld aan kleuterleerkrachten. Ja. Is dat waar of is het niet waar? Er moet een beredeneerd aanbod achter liggen. En dat hoeft niet per se met de hulp. Nee, maar ik zeg wel, als je ervoor kiest als team om zelf een eigen methode, realiseer je dat daar veel werk aan verbonden zit. En je ziet ook dat teams wisselen, dat er een nieuwe leerkracht bij komt. Of dat een leerkracht van 1-2 misschien naar de bovenbouw of middenbouw. En er komt een andere collega in 1-2, die misschien wat minder affiniteit of ook... Oh. Dus realiseer, dat wil ik alleen maar meegeven, van je moet er wel met elkaar dan achter staan. Ja, maar je wil juist niet leerkrachtafhankelijk zijn. Dus het zou jammer zijn als je visie bepaald wordt door één nieuwe leerkracht. Ja, maar het komt echt wel voor hoor, dat zo'n methode, of een hele enthousiaste leerkracht die iets gemaakt heeft, wat dan in de hele onderbouw gebruikt wordt, maar waar op een gegeven moment ook niemand meer vragen over stelt, van waarom doen we dit? Ja. Of, dus ja... Het is best lastig om een hele eigen methode goed te doen. En je ziet toch vaak als mensen wisselen dat op een gegeven moment niemand meer weet hoe het nou eigenlijk werkt. We hadden het over werkdruk, want dan kan het soms werkdruk opleveren. Maar wij zien wel in de praktijk... Directie, dat wordt ook ervaren als, er moet heel veel. Waarom moet ik dit? Ja. En kijk, op een gegeven moment dat mensen het moeten, dan werken ze al niet met plezier. Dus dan kunnen ze dat ook nooit overbrengen op de kinderen. Nee. En belangrijk is denk ik toch ook om met elkaar over eens te zijn waarom je iets doet. Ja, soms kan het, misschien ben je het er niet helemaal mee eens, maar ga je toch als onderbouw op een methode over. Maar kan het wel methode zijn waar je voor een deel nog een eigen draai aan kan geven bijvoorbeeld. Hè? Dus, ja. Maar je zegt dus wel van ga als leerkracht wel met die directie in gesprek dan eigenlijk. Want dat voel ik dan soms, die machteloosheid van dit is de keuze die gemaakt is. Ik denk dat daar vooral druk weg komt. Ja, dat lijkt mij heel... onderling op school, maar kunnen jullie daar iets aan doen? Of zeg je van, wij worden gebruikt om... Nou ja, vaak zie ik wel dat 1-2 een beetje een eilandje is in een school. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren, maar dat ze niet overal bij worden betrokken. Zeker. Dat het een beetje een eilandje is, wat heel onterecht is en heel jammer. Want ik denk dat het een van de belangrijkste groepen is. Ook andersom. Ik moest in mijn eerste jaren altijd met de middenbovenbouw, moesten we met z'n allen vergaderen. Het ging alleen maar over de methodes of begrijpend lezen implementeren. En er kwam niks aan bod over hoe we dat met de kleuters gingen doen. Dus dat was dan echt een gemiste kans daar, denk ik. Zeker. Ja. Dus soms wil je ook juist wel weer, denk ik. Als ik denk wel echt dat groep 1, 2, maar jonge kind sowieso, eigenlijk met heel veel dingen, dat veel een belangrijke plek verdient dan het nu heeft. Ja, zeker weten. Ja. Nou, dan kunnen we het alleen maar mee eens zijn, denk ik. Ja, ik denk dat het lastige hierbij is dat je kan niet echt een antwoord voor mij gevoel wat jullie voor. Ja, maar je zei ook, wij kunnen die werkdruk niet in één verlagen. Nee, maar ik denk wat wil je lekker dan dus meegeven om die werkdruk te vragen? Is kiezen, zeg je. Maar als de directie zegt, dit moet, kunnen ze niet jullie bellen van, goh, dat hoeft niet. Nee. Nou ja, en het is vaak, maar vaak word je als team wel betrokken bij een keus, denk ik, toch? Ja, ik wel, maar hoop ik tenminste. Ja. Anders dan, dat is wel een van de standaarden die we nu ook onderzoeken, hè, kwaliteitscultuur. Dat is best ook wel een moeilijke. Van wat voor, hoe is het georganiseerd op een school? Heb je inderdaad werkgroepen? Word je betrokken bij de schoolontwikkeling? Hoe zorg je dat nieuwe kennis verspreid wordt binnen je school? Er wordt overlegd tussen de middenbouw en de onderbouw. Ja, hoe is de cultuur? Is die directeur in zijn eentje, wat denk ik heel ongezond is voor zo'n cultuur. En uiteindelijk ook voor kinderen. Dus dat zijn wel dingen die we echt langslopen als we die scholen bezoeken nu. Ja. Ook met dat bestuur in ons achterhoofd. Ja, je doet dingen omdat je een bepaalde visie hebt met elkaar. Nou, daar moet je veel met elkaar over hebben, denk ik. En met elkaar uitkomen. En zo niet, moet je misschien op een andere school werken. Binnen datzelfde bestuur of zo. Maar, en dat is ook, werkdruk. Er is zoveel te regelen in het onderwijs. En dat is ook in onze eigen organisatie. Dat we ook wel zeggen, we hebben heel veel vergaderingen en die gaan over planning en organisatie. Maar als we zo praten, het zit allemaal bij die kinderen. Dus ook inhoudelijke punten op de agenda zetten. En met elkaar intervisie over een bepaald onderdeel. Oké, dan zien we even de spirit terugkomen, ook bij ons. Ja. Dat we dan echt iets oppakken van hoe kijken we er allemaal tegenaan? Wat vinden we daarvan? En dan merk ik zelf altijd dat mijn werkdruk ook lager wordt als het echt over inhoud gaat. Denk ik, ja, dat is leuk of daar... Maar samen bewaak dat. Zorg dat het ook een mooie afwisseling. En als dat niet zo is, dan denk ik dat je heel terecht daar iets over kan zeggen. Van nou, ja, ik ben leerkracht geworden om... om het vak leerkrachten uit te oefenen. Om dan heb je ook inhoud. Op administratief maar je hebt ook echt inhoud nodig. Politieagent, soms consulent, met ouders die gescheiden zijn. Je krijgt echt veel op je bord. Precies, dus ja, even ter illustratie, we gaan bijna afsluiten hoor, maar op de British School was ik een keer te gast en daar is een administratie volledig in dienst is van de leerkracht. Want zij horen niet administratieve taken te doen. Dus op het moment dat de rapporten klaar zijn, dan wordt dat gewoon door de administratie afgehandeld. Kijk, ik weet wel dat het een school is waar particulieren flink voor betalen. Maar er zijn zeker wat, doordat jullie veel zien in het onderwijs, zijn zeker is winst te behalen door goede voorbeelden regelmatig boven te halen, denk ik. Ja, met die werkdrukgelden zijn er ook veel discussies geweest, volgens mij juist over dit punt. Ja. En dat is denk ik ook sowieso al weer. En heel veel besturen teruggefloten, of in ieder geval over gepraat, via PO en actie of Twitter. Of dat mensen gingen overleggen van, mag dit wel eigenlijk? En hoe doen jullie dat dan? En dat is een hele leuke discussie. Ja, en het is ook wel mooi om te zien dat scholen ook nu verschillende keuzes maken in van. Sommigen kiezen voor een extra vakdocent op een bepaald gebied. Anderen zeggen nee, we willen juist meer handen in de groep. Ik heb ook al een voorbeeld genoemd of te horen gekregen, die hadden een soort event manager. Die zeiden van nou, we hebben sowieso de standaard thema's en feesten. En daar zijn we eigenlijk heel veel tijd mee kwijt. Het team heeft gezegd nou, we willen daar gewoon minder tijd aan kwijt. Nou ja, ik hoor allerlei ideeën. Dus er zijn en dan denk ik, rondom die werkdruk. Om die maar te verlagen. Ja. Dit was alweer de derde aflevering van deze serie. Wij zijn erg benieuwd naar wat jij van deze serie vindt en horen dat graag op social media, onder andere Facebook of Instagram. Volgende week gaan we het hebben over mythes in het onderwijs. Want iedereen hoort toch wel een keer dat moet van de inspectie. Maar ja, is dat wel echt zo? Wij leggen dan een aantal stellingen voor aan de inspecteurs. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot volgende week.